Zondag 23 oktober waren er weer de finale races op Raceway Venray. Wij waren ook te gast. We hebben hier de laatste kampioenswedstrijden van het seizoen. Dat is de laatste wedstrijd van dit jaar. En nu wordt vandaag bekend hoe de kampioen eindigt en de volgende natuurlijk ook. En welke auto's gaan er vandaag tegen elkaar rijden? Nou, we hebben hier Stokker Formule 1, Stokker Formule 2, junioren en senioren, LMV 8, Hot Rods en een BMW-klasse. En dat zijn hoeveel racers ongeveer bij elkaar? Dat zijn per klasse hebben ze 3 tot 4 races vandaag. En komen de racers uit de regio of is het landelijk? Nee, dat is internationaal. We hebben in de LMV 8 klasse hebben we Fransen, Nederlanders, Belgen, Engelsen, Australië en Amerika deelnemers. En hoe vaak hebben ze dit jaar tegen elkaar gereden? 8 wedstrijden hebben we gehad dit jaar. En u bent zelf ook voor ventracer, begrijp ik? Of? Nou ja, ik rij zelf ook wel eens af en toe mijn rondjes. Maar in het verleden heb ik zelf wel gereced, maar nu niet meer. Want als je organisator bent, bijna niet te doen om dan ook nog zelf mee te racen. Maar u kijkt wel graag vanaf de tribune mee, begrijp ik? Of? Ja, natuurlijk. Ik wil het allemaal meemaken. En hoeveel bezoekers zullen er vandaag zijn hier op Raceway Venray? We hebben ongeveer 2.500 bezoekers vandaag. En u heeft net de welke klasse bent gewonnen? De Stokker F1 heb ik de derde reeks van gewonnen. Dit zijn de reeksen voor het kampioenschap, punten. Er zijn 3 reeksen en dan straks nog een finale en dan krijg je, als je wint, extra punten. Er worden meer punten verdeeld. En de finale is vandaag ook de Piet Keizer Memorial. En mag ik vragen hoe oud uw auto is? Mijn auto is van 2009, dacht ik. Dus. En u heeft al verschillende races dit jaar gedaan, begrijp ik? Begin van het jaar reed ik nog in de LMV 8 op de grote baan. Maar nu zit ik in de Stokker F1. Dit is mijn 7e wedstrijd volgens mij. En alleen in Nederland of ook in andere landen? Dit seizoen in Nederland en volgend jaar gaan we misschien ook naar Engeland als het goed gaat. En valt er nog wat te winnen, behalve een beker of bloemen? Ja, er is al wat prijsgeld en kunnen we mooi investeren in de Stokker als het goed gaat. En de onderhoud van de auto, doet u die zelf of heeft u een heel team achter u staan? Deze auto wordt onderhouden door Stokker Team Baarlo. We zijn met ongeveer 10 man die er effectief aan werken. En een hele grote sportsclub die het mogelijk maken dat de auto onderhouden wordt. En veel sponsoren, die wil ik dan ook hartstikke bedanken. Veel plezier met uw prijs. Dankjewel.